Nu het jaar dan toch echt bijna ten einde is, is er nog één belangrijk onderwerp dat ik nog even met jullie wil bespreken. En nu gaan we even een paar liedjes oefenen. Hè? De hele tijd zit te vloggen met de camera. Er kwam een harde knal en hij sprong zo eraf, maar hij viel naar achter, maar hij bleef maar vallen. Ik heb K3 gezien, zeker. En zijn het echt, zijn ze dus gewoon heel klein. Ik koop altijd expres koekjes die ik niet al te lekker vind, zodat ze niet in één keer opgaan. Probeer ook in de vakantie een klein beetje een ritme aan te houden. En dan heb ik het niet over drummen, nog niet. Maar over een beetje op tijd naar bed gaan. Rond de uur of 12 toch wel zorgen dat ik erin lig. Opstaan rond de uur of 8. Maar eerlijk gezegd, ik kan die vrijheid van de vakantie gewoon niet aan. Want dat lukt me zeker niet iedere dag. Best wel veel uitgeslapen afgelopen week. Maar gisteren lag ik er dus wel lekker op tijd in. 11:30 ongeveer. En toen kon ik dus niet slapen. Terwijl, ik was hartstikke moe. Maar ik dacht de hele tijd aan het feit dat ik vandaag om 7:00 op moest staan. En dat heb ik... Ik heb dit zo vaak gehad, ook met opnamedagen voor kinderen of kinderen. Die beginnen ook altijd echt absurd vroeg. Ik weet nog dat ik een keer om 4:00 s'nachts ben opgestaan voor een draaidag die ergens om 6:00 in de middle of nowhere begon. En denk je, nou, dan ga ik lekker op tijd naar bed. En dan lig je de hele tijd zo te woelen en te denken, ik moet wel op tijd opstaan. Gaat de wekker wel af? Heb ik de wekker wel gezet? En dan kom je in de volgende fase en dan denk je, ik moet slapen. Want ik moet morgen zo vroeg op. Ik moet hard werken. Ik moet uitgeslapen zijn. Dan kan ik helemaal niet meer slapen. En op een gegeven moment heb ik een paar keer een opnamedag gehad waarbij ik echt maar 3-4 uur had geslapen. En dat ging eigenlijk prima. En toen heb ik mezelf soort kunnen wijsmaken van ja, ik kan best wel functioneren op 4 uur slaap. Ik moet het niet de hele week doen, maar ik kan best gewoon één dagje werken op weinig slaap. En sindsdien helpt het mij dus om daaraan te denken als ik niet kan slapen. Dan denk ik, ja, ik hoef niet per se te slapen. Ik kan ook gewoon met 3 uur slaap daar komen. Ik kan ook gewoon nu een boekje gaan lezen, maar vannacht trapte ik er niet in. Ik ga optreden met Only 7 Left. Het gaat eindelijk weer gebeuren. We gaan een livestream doen die vanavond wordt uitgezonden. Dus het is semi-live. Wordt vanavond om 8:30, als ik het goed heb, uitgezonden op YouTube. Heel veel zin in. En ook een beetje zenuwachtig. Misschien dat ik daarom ook iets minder goed heb geslapen. Terwijl de koffie lekker staat te pruttelen, even een klein beetje context voor de mensen die misschien nieuw zijn aangehaakt of die het even niet meer hebben gevolgd. Ik kreeg zelfs een comment van iemand die zei, wow, Only 7 Left? Speel jij in Only 7 Left? Ik dacht echt dat het een enorme grote Amerikaanse band was. En dat jij het er steeds over had, dat het was omdat je naar een concert was geweest of zo. Dat was best wel grappig. Maar ik heb dus vroeger heel lang in een band gespeeld. Ja, denk je allemaal. En we zijn vorig jaar begonnen met een soort reunie. We hebben 7 nieuwe liedjes uitgebracht. En we zouden 1 reunieshow doen hier in Hilversum in de Vorstin. Die was binnen een dag uitverkocht. We hebben nog een show aangekondigd, meteen erachteraan. En dat was gepland voor eind november. En het leek er de hele tijd op dat dat gewoon door kon gaan. En toen op het allerlaatste moment kwam er een soort halve lockdown. En moesten we onze shows verplaatsen. Toen hebben we ze verplaatst naar januari. Dat is waar eind januari, maar dat lijkt nu toch iets te optimistisch. Dus inmiddels hebben we ze opnieuw verplaatst naar april. 21 en 22 april, hier dus in de Vorstin in Hilversum. En er zijn nog kaarten, dus heel leuk als je komt kijken. Ik weet dat er heel veel kijkers kaarten hebben gekocht. Ik denk dat de kans dat het doorgaat best groot is. Dus dan is het leuk om iets te hebben om naar uit te kijken. Dus ga naar only7left.nl voor kaartjes. Maar toen had de Vorstin bedacht dat het misschien leuk was om het jaar toch af te sluiten met Only 7 Left door een livestream te doen op 30 december. Dus we hebben een kort setje samengesteld, 10 liedjes die we gewoon heel graag willen spelen, vooral een paar nieuwe liedjes. En het wordt wel een optreden, maar niet een soort standaard show dat wij gewoon op het podium staan, maar dan zonder publiek. Dat leek ons niet zo tof. Dus we gaan eigenlijk gewoon staan zoals we staan bij een repetitie en dan staan de camera's in het midden, is volgens mij het idee. We hebben ook een hele goede regisseur erbij, Joost Laaracker, die ook wel eens de livestreams van Direct heeft geregisseerd. En onze eigen lichtman van vroeger, Martijn, is erbij. Die gaat vast ook iets heel moois van maken. Maar het is wel een tijdje geleden dat we hebben gespeeld samen. Dus we gaan eerst even 2 uur repeteren in de Vorstin. Ik doe er nu een beetje luchtig over, maar dat die shows werden afgezegd terwijl we daar een jaar lang naartoe hadden gewerkt, was een behoorlijke klap. We hebben allemaal een beetje gedaan van, nou oké, dan niet, we verzetten het wel. Maar ik denk dat het vooral soort voor de motivatie best wel een grote klap is geweest. We hebben elkaar daarna nog genoeg gesproken, maar we hadden allemaal denk ik niet zo heel veel zin om te gaan repeteren, terwijl je niet weet waarvoor dan eigenlijk. Maar nu hebben we weer een duidelijk doel, in ieder geval vandaag. Dus ik hoop dat we de spirit ook weer een beetje te pakken krijgen. Rot, goedemorgen. Goedemorgen. Weet je wat ik nou gek vind hieraan? Nou. Deze dag is helemaal
voor ons, wij mochten helemaal zelf bepalen wat we gingen doen. Show invullen, wat we wilden spelen. Echt waanzinnig. Heel vet. Maar waarom staan we hier dan toch om 8:30 is het? 7:30? 8:30? Niet oké. Okay. In een loods in de Frieskou. Waarom hebben we niet gezegd, we beginnen om 3:00 middags? So far for rock and roll. Het ijzelt, het was echt zo glad. Ik ging woep, bijna op mijn bek toen ik mijn huis uitstapte. We zijn bij de Vorstin, waar in april onze reunieshows zullen plaatsvinden. Maar waar we nu alvast een livestream gaan doen. Vooral heel fijn om eindelijk weer eens te gaan spelen. Leuke sjaal. Thanks, van mijn moeder geleend. Is dat die? Ja. En nice. Dat is hem wel. Je moeder is stijl, man. Het is vandaag 30 december. Het jaar is bijna voorbij. We gaan een livestream doen voor jullie. Het is helemaal 30 december. Ja, zie je, ik ben nu heel snel. Ik moet gewoon mijn bek houden. Ja, maar we gaan sowieso door de band vallen. Want ja. Ik ben 30 december in Zweden. Dus. Ah, ja. Björk heeft vandaag een levensveranderende ervaring meegemaakt. K3 gezien in het echt. Nee, ik heb K3 gezien, zeker. En zijn het echt, zijn ze dus gewoon heel klein. Dus ik dacht, obviously. Kleiner dan jij? Ja, ik ben niet klein, jij bent gewoon heel lang. Oké. Okay. Ja, kop kleiner of zo. En wel heel knap. Ik denk, 1 en 1 is 2, die K staat voor klein. Klein 3. Of kort 3. De derde keer dat je deze grap maakt vandaag. Ja, maar dit is voor de mensen thuis, ja, dat weten zij niet. Het is leuk dat dit is nu gewoon jouw grap vandaag. Ja, dit is de grap. Ja. Ik ga hem sowieso nog 4 keer maken, ja, denk leuk. Ik. Wat zijn die stipjes? Dat is ook in het design. Oh, tuurlijk. We hebben nieuwe... Dat hij nog best groot geworden is. We hebben een nieuwe backdrop met een hele grote 7 erop. Maar we hebben hem al een tijdje. Nee. We hebben hem nog niet kunnen uithangen, dus we gaan nu even checken hoe die is. Maar hij glimt helemaal. We gaan in een rondje staan, ja. Omdat er natuurlijk helemaal niemand in die zaal zit. Dacht ik, misschien is het dan handig om voor de mensen thuis te spelen, maar dan via de camera. Ja. Ja, en een beetje voor elkaar ook, toch? Want ja, het is, nou, kijk, het is natuurlijk het leukste om naar een band te kijken die met elkaar muziek aan het maken is. Ja. Daar komen de mensen normaal ook naar kijken, maar dan met heel veel mensen. En dan is het de interactie met het publiek ook wel lachen. Ja. Maar het leukste vind ik altijd om te kijken naar mensen die staan te genieten met elkaar. Ja. Dus daarom hebben we nu een rondje verzonnen. Ik hoop dat het goed uitpakt. Ik denk het wel, we hebben genoeg camera's. Ja. En we hebben genoeg licht en jullie hebben heel mooi reflectief schermpje meegenomen. Dus ik weet nog niet wat we daarmee moeten doen, maar misschien wordt het wel heel tof. Ja. Misschien kan het wel heel vet werken. Hey Martijn, waar ben jij geweest de afgelopen 7 jaar? Overal nergens. Maar wel leuk dat je er weer bij bent. Ja toch? Ken je de nummers nog? Allemaal. Ja. Behalve de nieuwe natuurlijk. Oh. Ik wel op moeten oefenen, maar de rest was eigenlijk gewoon, hoe noemen we dat? Even een goede metafoor zoeken. It was all a dream. Het kwam gewoon weer terug. Ja, dat is echt, dat bij mij ook. Hoor. Echt ingesleten. Echt hè? Ja. Oh, opgebouwd. Was even wat gedoe met de techniek, zoals altijd. En nu gaan we even een paar liedjes oefenen. Hè? Oh, nou is het ineens klaar. De hele tijd zit ik te vloggen met de camera. Vegetarische gitarist.
hier hangen hoor, vereeuwigd aan de muur vast in. Het moment dat het doek viel. Dit is wel potent spel. Maar dit is niet even een glaasje waar je zeg maar bij de 5-6 van drinkt op een avond. Nee, maar dat is veel te duur. Ja, dat is veel te duur voor. Ja. Klaar voor? Als je een kans geeft, wil je graag. Echt alsof je laatste oortje hebt versnoept. Nee, zo goed. Een soort generale repetitie voordat we in april misschien ooit gaan optreden. We hebben het gesoundcheckt, gerepeteerd. En we gaan nu zomaar eens. Live doen. Als je het wil zien, kijk dan vanavond om 8:30 op de website van de Vorstin. Kan ook op YouTube en op Facebook. Ik zal even een klein stukje laten zien van mijn favoriete liedje. Jurgen, wat is jouw favoriete liedje waar ik even een stukje van zal laten zien? Runaway. Runaway. Wat is jouw favoriet liedje waarvan ik even een stukje zal showen? White Lies, motherfucker. I'm gonna show you my love, even if I want. Jouw favoriete nummer uit de set? Ik denk Be a God. If you could be a God, would you change a thing? Would you know where to begin? Lies on a wire, igniting fires in heart. Hey. En mijn favoriete liedje, ik vind Unconventional gewoon echt heel mooi, dus die speel ik heel graag. Ja, is genoeg, één is genoeg. Okay, if only they could see how much we've tried living unconventional in their eyes. Love is unconditional. Ja, de livestream is klaar. Oh. Hoe ging het? Met pot. Viel niet mee, hè? Half uurtje gespeeld, ben helemaal gebroken. Dus dat betekent eventjes goed mijn best doen voor de echte show, straks. Ja. Want ik ben echt gebroken. Voel jij het, Björk? Ja, ik vond het superleuk. Het is zo jammer dat er dan... Ja, goed. Obvious. Het is gewoon jammer dat er geen publiek bij is. Maar het was wel een hele goede... Het was wel echt goed om die druk wel te voelen van... Je moet wel presteren, zeg maar. Want dat heb je natuurlijk met een Maar die stiltes na de nummers. Ja, echt oorverdovend. Awkward, ja. Gelukkig hadden we elkaar. Ja, dat is altijd fijn. Maar als je het hebt gemist, tot de eerste show op 21 april... komt er iedere week een liedje online uit de livestream. Dus kan je er even terugkijken. Ik heb een déjà vu. Echt? Elke week een liedje online. Huh? Zeg me iets. Oh nee. Don't jinx it. Don't jinx it. Zo, ik ben weer thuis. Oeh, roze op roze. Ik ben nu, zoals ik had verteld, ben ik helemaal verslaafd aan Seinfeld en alles terug aan het kijken. En ik verbaas me steeds over de kleding die Jerry Seinfeld aan heeft. Dus heel vaak bijvoorbeeld echt zo'n felroze shirt met dan een knalpaars overhemd overheen. Of precies andersom. Ik ben helemaal geïnspireerd. Wilde ook dat soort kleuren eigenlijk hebben. Maar dit komt wel een beetje in de richting, behalve dat dit iets te zacht is. De livestream is klaar. Ja, dat klinkt een beetje gek, want de livestream moet nog beginnen vanavond. En we willen steeds een beetje doen alsof het echt live is. Niet alleen maar omdat het voor de kijkers leuker is om het idee te hebben dat het live is, dat er nog iets mis kan gaan. Maar ook voor onszelf is het veel fijner om soort in je hoofd te hebben dat het live is. Want dan krijg je wat meer adrenaline en dan heb je het gevoel dat er echt iets op het spel staat. Dus dan doe je ook denk ik beter je best. Dan wanneer je steeds in je achterhoofd weet van nou, het kan opnieuw, er kijkt toch niemand. Dus ook al
is dus vanmiddag al de livestream opgenomen en kun je hem vanavond gaan kijken om 8:30 op de website van de Vorstin en op YouTube. Alles wat je hoort hebben wij gewoon echt live gespeeld. Er is niet in geknipt. Zoals je het gaat zien, zo is het ook helemaal gegaan. Er was nog één grappig dingetje gebeurd wat we net niet hadden besproken. Maar Jochem die stond tijdens het nummer Against the Wall bij mij op het drumpodium. Dat was niet zo'n heel hoog drumpodium. Misschien dat hij zich daar in vergiste of zo, maar op een gegeven moment kwam er een harde knal en hij sprong zo achteruit eraf. Maar hij viel of hij struikelde en hij bleef maar zo naar achter vallen. Toen ging hij finaal op zijn muil of hij maakte een soort achterwaartse koprol. En in één keer stond hij weer. Gelukkig deed geen pijn en bleef alles heel en kon hij gewoon doorspelen. Dit is dus zo'n voorbeeld van we hadden ons echt voorgenomen. Wat er ook gebeurt, we gaan gewoon door. Verder ging het echt super goed, echt super leuk dat de Vorstin dit voor ons wilde organiseren. En dat al deze mensen daar aan mee wilden werken. Goed, de livestream is dus vanavond om 8:30. Voel je niet genept dat het niet live is, want het is gewoon helemaal live. Alleen ja, ik zit op het moment van uitzenden in Zweden. Dus we konden het niet echt live doen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt als je gaat kijken. Ik ga nu even wat eten, want ik heb echt berenhonger. Hey. Oh, yeah, yeah, yeah. Komt niet vaak voor dat deze jongen voor eerder heeft gegeten dan ik. Hé? Hey? Goed te staan in de krant. Kijk eens! Onicef Left geeft livestream optreden vanuit de Vorstin. Met de foto die we laatst gingen maken, wat ik ook had gevlogd. Met de hulp van een topregisseur wordt het een registratie om je vingers bij af te likken. Ik had eigenlijk wel zin om te koken, of in ieder geval, ik had zin om iets zelfgemaakt te eten in plaats van weer te bestellen. Maar ja, ik had niks in huis, alleen pasta, paprika, tomaat en hele lekkere sardientjes. Op zich had ik daar al iets van kunnen maken, alleen ik had niet genoeg spaghetti en ik had geen parmezaanse kaas meer. Dus toch even naar de supermarkt gelopen waar ik eigenlijk echt geen zin in had. Twee broden, broccoli en een citroen, ook lekker er doorheen. Lekker flesje, niet voor nu, maar voor later. Parmezaanse kaas dus. Spaghetti en een pepertje. Ik koop altijd expres koekjes die ik niet al te lekker vind, zodat ze niet in één keer opgaan. En Surinaamse ijssalade voor morgenochtend. Ga ik een pastaatje maken. Maar is het wel goed gelukt. Het was niet even snel, maar ik denk wel erg lekker. Ik hou erg van sardientjes. Erg lekker. Kai vindt het ook heel lekker ruiken. Het geluid van die open haard zat zo gezellig alsof je huis in de fik staat. Nu het jaar dan toch echt bijna ten einde is, is er nog één belangrijk onderwerp dat ik nog even met jullie wil bespreken. De Donald Duck scheurkalender 2021. Ik heb hem vorig jaar gekregen van Jelle. Toen ik met mijn ouders in Limburg was, had ik een soort klein Donald Duckje gekregen voor Sinterklaas. En dat zat ik de volgende ochtend zo lekker op de bank te lezen. En af en toe hoorde hij mij zo. Zo, en toen zei mijn vader, nou, ik denk dat jij een van de weinige mensen op aarde bent die hardop moet lachen op Donald Duck. Ik heb mijn abonnement opgezegd, maar ik lees de Donald Duck nog steeds heel graag. Ik kan ze ook eindeloos herlezen. Maar die scheurkalender, wat is daar nou toch mee aan de hand? Ik weet dat er op de redactie van Donald Duck echt hele leuke, hardwerkende, grappige mensen werken. Want ik ken er nog een paar van toen ik daar stage liep. Maar ik denk niet dat zij deze kalender hebben goedgekeurd. Want er zitten echt zulke stomme stripjes tussen. Je ziet natuurlijk altijd het verschil tussen die hele oude stripjes. Die zijn vaak ontzettend flauw en een beetje oudbollig, maar niet op een leuke manier. De nieuwere stripjes, die vind ik er zelf iets beter uitzien. Ja, misschien dat stripkenners iets minder nostalgisch vinden, omdat ze zo lekker strak zijn. Daar zitten soms wel echt grappige stripjes tussen, die echt leuke vondsten zijn. Ik heb er zelfs een paar uitgescheurd en bewaard. Ik snap dat het eigenlijk niet te doen is, waarschijnlijk niet rendabel is om 365 nieuwe grappige stripjes te maken. Maar redactie van Donald Duck, jullie moeten echt kritischer door die oude meuk heen. Het voelt gewoon echt alsof er niet echt iemand op de redactie was die zich hier verantwoordelijk voor voelde. En dat vind ik jammer. Nee, ik heb er bijna iedere dag erg van genoten. Kai heeft geluk, want zijn adventkalender is nog niet helemaal leeg. Goed zo. Oh, braaf.
Ja, oud, dat is mijn duim. Dan was dit het voor dit jaar. Op het moment dat jij dit ziet, of in ieder geval als deze video online komt, zit ik lekker in Zweden met Jelle, als het goed is. We gaan naar Stockholm, we gaan naar Uppsala, we gaan naar ergens een huisje buiten Uppsala. Ik weet niet precies wat het plan is, maar we gaan in ieder geval lekker samen en met zijn vrienden oud en nieuw vieren. Daar heb ik erg veel zin in. En ik wens jou ook een hele fijne jaarwisseling. Bedankt voor je steun en je views en je comments en je likes de afgelopen jaar. En hopelijk tot in 2022. Dankjewel voor het kijken. Kijk maar even. Doei. Kai houdt niet van oud en nieuw. In ieder geval niet van vuurwerken. Nou, verstop je maar lekker onder mijn bed. Een scheet mijn anus verlaten. Het verlost. Knip dit maar. Doe maar voor Too Hot voor YouTube.